Nieuwe live van Bolstar. Vandaag gaan we het echt over het thema transgender hebben. Dus hebben jullie daar vragen rond? Mogen jullie die ook gewoon stellen? Ik heb uh, daarnet mm. ook al heel veel vragen gekregen onder de video. Dus uh, stel gerust jullie vragen. Wat wil ik graag nog willen weten over mij, het is ook gemakkelijker om alles goed te kunnen beantwoorden. Achteraf kan je al deze, uh, kun je die drie bekijken op YouTube. Wat vind je van mijn profielfoto? Mm -hmm. Een goede avond, zo. Hey, Sofia. Dus ik ga nog een laatste keer echt over. Um, wat heb je vandaag gegeten? Ik heb vandaag nog niet zo heel veel binnen. Dus ik, uh, ik heb het uh, voor de. Laatste keer over uh, transgender. Dus als je daar vragen over hebt, die ga ik dus vandaag beantwoorden. Dus dat ga ik eigenlijk een beetje onder handen nemen. Dus als je daar vragen rond hebt, mag je die nu stellen. Achteraf kan je dit ook terug bekijken op YouTube. Dus alles wordt gewoon opgenomen. Mm -mm. Wat vind je van een profielfoto? Ik ga er gewoon niet meer op reageren. Als jullie mij willen gebruiken voor je foto, dan doe je maar. Heb je coron-som van een man? Dus ik heb alles wat een man moet hebben. Ik heb uh, geen enkel vrouwelijk hormoon meer in mijn lichaam. Dus ik heb alleen maar testosteron in mijn lichaam. Dat hoor je ook aan mijn zware stem die ik heb. En ook aan mijn paardje en een snortje. Hey, welkom. Hoe val je op meisjes op je jongens? Ik val op meisjes. Mm -mm. Ik op jongens, je ziet er goed uit, dankjewel. Ik voel me ook helemaal goed. Ik ben daar net gaan zwemmen en dat voelt echt wel goed. Zijn er een bepaalde operaties die je moet doen om volledig jongen te zijn? Dat is eigenlijk een heel uh, goede vraag die dus je stelt. Eigenlijk. Het is eigenlijk niet van uh, die operatie of die operatie, dan voel je je meer jongen of dat of dat. Nee, in totaal niet. Uh, de mensen die in transitie zijn, bepalen zelf van: kijk, dat is voor mij genoeg om een jongen te zijn um, naar de buitenwereld toe. En... Um, dat is wat ik ook ben, eigenlijk. Um, dus, en ik ben nu gewoon... Dus ik moet uh, nog één operatie doen. Een heel belangrijke operatie. Maar die ga ik voorlopig niet doen. Maar ik voel me wel helemaal een jongen. Zet jij geboren als vrouw of jong? Ik ben geboren als vrouw. Ik ben helaas geboren in het verkeerde lichaam. En dat is heel zwaar om te dragen, want je gaat naar de buitenwereld. Zie je daar in het begin uit, omdat je, ja... Um, ja, uit als een meisje. En dat wil je ook niet. Je wilt niet eruit zien als een meisje, je wilt eruit zien als een jongen. Omdat je ook een jongen voelt volledig. En dat is natuurlijk uh, niet gemakkelijk. Maar uh, ja, je leert eigenlijk omgaan. Maar de weg is heel moeilijk om jezelf te vinden. En uh, daarmee heb ik dus besloten om dan uiteindelijk uh, door het programma te zien in 2018. Er werd we voor het eerst gesproken over transgender uh, op één en daar heb ik eigenlijk geleerd van, uh, dat je dus uh, ja, een transgender bent en dat je dus inderdaad van vrouw naar man kunt gaan. Uh, en dat je in het verkeerde lichaam bent geboren. En toen vielen alle puzzelstukjes eigenlijk in één, omdat je dan eigenlijk wist van, yes, ik heb het gevonden wat ik ben. Want ja, je loopt de hele tijd verloren. Ben ik lesbisch? Uh, ben ik, uh, ik dit of ben ik dat? En dan vielen echt al die puzzelstukjes in één van, oh, dat noem ik dus transgender. Er zijn er nog dat hebben. Ik ben niet alleen. En dat is eigenlijk mijn geholpen in waar ik nu sta. Ik ben dan ook in 2018, heb ik het als eerste keer verteld tegen mijn beste vriendin dat ik ja, meer een jongen ben. En dat ik ook mijn lichaam wilde veranderen, ik ook een operatie wilde doen. Uh, dat was ook heel moeilijk om daarover te praten eigenlijk. Omdat je daar, uh, ja je moet erover praten, maar dat is heel moeilijk daarover. Om daarover te praten. En je wist ook natuurlijk niet van: ga je je verliezen? Ga je dat begrijpen? Uh, maar die zei eigenlijk altijd in mijn leven gebleven. Die heeft gezegd: van Kijk, je moet het doen. Uh, je moet je leven nemen zodat jij dat wilt. En dat heb ik dan ook gedaan. Tegen mijn moeder dat vertellen was heel moeilijker, omdat mijn moeder die had net een diagnose had gekregen dat ze borstkanker had. En ja, ze wist natuurlijk nog niet of ze haar borsten kon houden, ja of nee. En dan is dat heel moeilijk, omdat jij, je zit gezond en je gaat je borsten laten wegdoen. En jij weet van, kijk, ja, zij is ziek en de kans zit erin dat ze die gaat verliezen. Was dat heel moeilijk om tegen haar te vertellen. Ik heb het uiteindelijk gedaan. Uh, natuurlijk, elke moeder die steunt. Alleen, elke moeder heeft daar wel een beetje moeilijk mee. Uh, want ja, ze, ze heeft een dochter gebaard. Maar ze heeft een jongen in de plaats. En dat is natuurlijk heel moeilijk, want ze moet afscheid nemen van een, een meisje. Die naar jongen gaat. Hoe dat mijn moeder nu zou gereageerd hebben, dat is nog altijd een vraagteken, want mijn moeder heeft helaas niet meer meegemaakt dat ik uh, ja, hormo uh, testosteron krijg en mijn operatie. Dat heeft ze helaas niet meer meegemaakt. Dus ik weet niet hoe mijn moeder zou gereageerd hebben. Ook mijn beste vriendin heeft dit niet meer meegemaakt, helaas, omdat hij op heel vroege leeftijd gestorven is en heeft dus dit. Hele plaatje, niets meer meegemaakt. Maar ik denk wel dat mijn moeder heel fier zou zijn. En dat ze hier van boven eigenlijk wel altijd zou uh, steunen. Uh, daar ben ik wel heel zeker van. Even kijken wat de vragen nog zijn. Um, veranderen voor niemand, ga ik zeker niet doen. Uh, even geduld. Um, is het in hetzelfde lichaam? Wil je een jongen zijn? Ik ben een jongen momenteel. Heb je nog kleedjes in de kast? Ja, Vooral van K3, maar voor de rest zit het, het eigenlijk een aparte kast de kast die hier staat zat eigenlijk alleen maar mannenkleren in, dus allemaal kleren die voor mannen zijn. Ik val op vrouwen hoe ben je dan aan de paard komen? Je krijgt testosteron, dus eigenlijk uh, worden de vrouwen hormonen, die gaan eruit door testosteron. Dus ik neem nu van uh, 24 september neem ik eigenlijk uh, testosteron. Dus uh, ja, die gaat al ondertussen bijna ja. twee jaar zal zijn dat ik uh, stron. neem eigenlijk. Um, ik wist niet dat je. Ik wist dat niet van de foto's van vroeger. Die kun je eigenlijk gewoon bekijken op Instagram, op uh, Facebook. Er uh, staan er ook heel veel foto's van. En ook natuurlijk mijn filmpje, die van uh, K3, dat ik uh, 10.000 luchtballonnen zing. Daar was ik nog echt uh, in transitie. Daar moest ik nog mijn operatie krijgen. Dus um, waarom wil je een jongen zijn? Waarom ik een jongen wil zijn? Eigenlijk is het heel simpel. Ik ben geboren in het verkeerde lichaam. En je wilt jezelf zijn. Iedereen wil zichzelf kunnen zijn. En ik ook. Um, moet je dan naar de handicapte WC of zo. Nee, totaal niet. Ik ben niet gehandicapt. Ik ben gewoon een normale man, zoals jullie zijn. Ik hoef niet naar de handicapte wc te gaan. De handicapte WC is echt voor mij die in een rolstoel zitten en ik zit niet in een rolstoel. Dus nee. Waarop vervolg je. Me niet meer. Wat is jouw lievelingseten? Mijn lievelingseten is uh, frietjes met een hamburger. Hey, welkom. Voel je nu niet tussen de twee? Nee, ik voel me totaal niet tussen de twee. Ik voel me echt een man. Alles is goed met mij. Ik vind jou een heel sterk persoon. Wat erg. Er is helemaal niks erg aan. Dus je moeder is dood? Ja. Uh, ik... heb je nog een foto van toen je vrouw natuurlijk heb ik heel veel foto's van toen ik nog een vrouw was dat is ook een deel van mijn leven geweest eh? een groot stuk deel uh, van tot totdat ik die operatie heb gekregen ben ik een groot deel ook een vrouw geweest en dat kun je ook niet verstoppen, maar voor mij is dat deel ook gewoon afgesloten. Ik ben gewoon opnieuw begonnen. Ik ben ook in, nu, opnieuw in, dan, uh, in mijn puberteit gekomen. Dus ik beleef nu eigenlijk alles gewoon opnieuw, maar dan als jongen. En daar ben ik ook heel gelukkig mee. Um, en ook wel heel trots eigenlijk. Ben je geboren als vrouw? Ja, ik ben geboren. Kun je nog kinderen krijgen? Nee, ik kan geen kinderen meer baren. Wat is de lievelingsliedje van Kadri door jou? Wat vind je met mijn profielfoto? Dat maakt me niet uit dat je mij wilt gebruiken. Wilt je mij gebruiken? Dat dat je mij schoon vindt, anders wil je mij niet gebruiken. Um, kun je nog kinderen krijgen? Nee. Uh, hoe oud ben je? Ik ben 31. Tegen wil je me volgen? Ik ben de hele dag in bed gelegen. Heb je misschien moeten. Gewoon je leven pakken hoe is. Je bent een topper. Dus, um, een grote topper. Dus, uh, gewoon, um, wil je ooit kinderen? Nee, ik wil van mezelf geen kinderen. Uh, ik ben blij dat ik een petje heb. Um, maar ik wil uh, geen uh, kinderen. Val je op mannen? Nee, ik val echt op vrouwen. En daar ben ik wel 100% zeker van dat ik op vrouwen val. Als je nog kinderen zou kunnen krijgen, zou je er dan... Nee, totaal niet. Ik... Um, Nee, ik ben totaal niet boos op niemand. Nee, ik wil geen kinderen. Waarom niet? Uh, ik zoek mezelf nog steeds ook door met mijn beperkingen door mijn ben en mijn verstandelijke beperking. Uh, ja, anders zouden ze die operatie niet hebben gedaan als ik dat niet zou mogen doen. Iedereen heeft vertrek in dit land om een operatie te laten doen en uh, dan mocht gewoon mooie posters. Ben je trots op? Ik ben trots op jou. dankjewel. Uh, ik ga even ze de delen. Dan weten de mensen waar ik zit denk ik, want ik was Wat is je lievelingskleur? Mijn lievelingskleur is echt lichtgroen. Waarom doe je. K3 heeft niets te maken met uh, of dat je nu een meisje bent of een jongen. Iedereen kan die muziek leuk vinden. En iedereen mag die muziek ook gewoon leuk vinden. Dankjewel met de volgen. Ik weet dat er een moderator in. Waar is je mama? Mijn mama is in de hemel. Legende. Wie is jouw idool? Mijn idool is K3 en Slons die van ons. Ben je bij K3 live geweest? Alle paar keren. K3 heeft mij nu nog niet gezien zo dat ik er nu uitzie. Uh, totaal niet. Maar dat komt. Waar is je papa? Mijn papa die woont ergens. Hoe kom je aan een baard? Door het is een te krijgen. Mag ik moderator zijn? Nee. Alleen de moderators die hier in deze live zijn, ken ik persoonlijk. En weet ik ook dat ik er altijd op kan rekenen. Hé, hey, Kelly, dankjewel voor de hartjes. Mijn lievelingsdier is een vos. Hé, hey, Eemke, welkom. Mijn geheime moderator. Dus, uh, ik ben vandaag ook gaan zwemmen. Hé, hey, Shana. En uh, dat is ook wel heel leuk om eigenlijk uh, te gaan zwemmen. Eigenlijk. Uh, en dat is nu de derde keer of de vierde keer dat je dat doet. En uh, het was vandaag echt wel druk. Dus veel mensen waren daar ook. En het is echt, dat is gewoon je duiken. En ja, het was gewoon plezant om daar gewoon te lopen in uw zwembroek. Uh, het was echt heel cool. Dus uh, heb je een broer of een zus? Ik heb een broer en ik heb ook nog een TikTok zus. Heb je een piwi? Pi ik ben vandaag naar het Kadri-poetkamp geweest. Super tof. We love you too. Daar wil ik ook wel nog eens heel graag komen. Was je in het Simbad? Ja. Daar was ik. En ik ga heel vaak daar zwemmen. Dus uh, misschien kom je bij mij me steken. Wat is een TikTok-zus? Ja. Ik heb dus echt een uh, familie gekregen door TikTok eigenlijk. Um, heb ik heel veel mensen leren kennen. En die heb ik, met, die heb ik gewoon mijn zus genoemd. Iedereen kent haar wel. Um, mijn panda hierop. Hoe gaat het? Goed, ik voel me echt fantastisch. Uh, ik voel me echt trots om te kunnen zeggen van ik ben wie dat ik ben. Ik ga trouwens dat uh, waar het allemaal mee begonnen is, uh, kan je trouwens ook bekijken. Oh, die familie. Ja, ik moet voor jou nog iets vinden gaan. Uh, uh, dus uh, denk er maar eens over aan, Imke. Imke. Oh man, echt die naam om de duur. Dus uh, ik heb gisteren dat programma nog eens terug bekeken waar het eigenlijk allemaal mee begonnen is. En uh, ik zal het misschien op Instagram plaatsen. En dan kun je op de link drukken en dan kun je dat programma zelf ook eens een keer bekijken. Dus uh, woon je alleen? Ik woon helemaal alleen, maar dat, is, dat lukt prima met alle mensen die erbij zijn. Hoe zit het met het testosteron? Ik weet niet of het onbeleefd is. Nee, we praten hier gewoon open over. Dus ik krijg uh, zo ja, een spuit. Uh, om de drie maanden krijg ik een spuit ingespoten. Dus om de zes uh, maanden. Dus ik ben wel blij. Welk programma is dit? Uh, het programma dat op uh, vrt.nu kunt vinden is, um, is MVX. Dus wanneer kom je weer naar sint Carolus? Als de school is zeker, hè. Zet een link in de... Dat ga ik zeker doen. Heb je een hond? Nee. Wanneer stop je met de steron? Hoe lang heb je nog te gaan? De is voor heel je leven. Dus als heel je leven dat je doorgaat. Wat is je favoriet? Kathleen... Klaasje of Julia? Oh, dat is een hele moeilijke vraag. Uh, ja, ik denk uh, alle drie. <laughs> Kathleen of zo? <laughs> ik kan niet altijd. Hey, Jezus, hier is mijn zusje. Je was me kwijt, maar ik was live. Daarmee dat ik dus hier ben. Hoe oud ben je? Ik ben 31. <laughs> Kan je nog een kookvideo maken? Ja, dat ga je binnenkort doen. Ik ga Pupkiks maken binnenkort. Um, dus die ga ik morgen halen. En die ga je dan maken binnenkort.